Afgelopen nacht was de release van Grand Theft Auto 5. De echte gameliefhebbers konden vanaf 12 uur bij verschillende gameshops en ook bij de mediamarkt terecht om het spel als een van de eerste in huis te halen. Maar ook overdag was het vandaag dringen bij de schappen. Het spel is erg populair en volgens de makers is GTA 5 in vele opzichten een verbetering op de huidige GTA-serie. Ik denk toch dat je alles kan doen wat je maar wil eigenlijk. Je bent gewoon vrij om banken te beroven. Je kan gewoon online kan je gewoon met je vrienden banken beroven. Je kan met z'n allen gaan fietsen, je kan parachute springen, je kan op jetskis. Ja, tal van mogelijkheden eigenlijk in-game. Missies zijn ook allemaal hartstikke leuk en mooi. Ja, je kan echt alles doen eigenlijk. De gamers hebben hoge verwachtingen van GTA 5. Dat het natuurlijk een verbetering is ten opzichte van de vorige. En dan bedoel ik eigenlijk vooral hoe de auto's bewegen en de personages lopen, bewegen. Gameplay, het is gewoon alle voorgaande spellen bij elkaar opgeteld. Mm-hmm. Dus alle functies die je bij de ene had, bij de ander niet. Mm-hmm. Nou, gewoon allemaal in één keer. Ik wil hem graag halen omdat hij net uit is en er is al heel lang geen spel meer geweest. Dus mm-hmm. Leek me wel een leuk spel. Het is ook heel duur. 250 miljoen of zo is er aan besteed. Dus mm-hmm. Lijkt me een heel leuk spel. Grotere map, nieuwe dingetjes erin gevoegd. Het principe is eigenlijk gewoon hetzelfde als bij alle GTA's. Maar gewoon nieuw verhaal. Je hebt nu drie verschillende storylines. Je wisselt gewoon tussen je storylines door met drie verschillende characters. Mm-hmm. Dat brengt op zich ook wel iets heel leuks. Uiteindelijk komen ze allemaal samen, denk ik. Dan krijg je nog één grote missie, dan is het einde. Kopers van het spel kijken er naar uit om vandaag de gloednieuwe game te spelen. Ik heb besloten om vannacht nog even te blijven liggen, zodat ik nog wel een beetje mijn ritme behoud, maar nu even een paar uurtjes gamen. Ik heb ook nog twee broertjes die ook willen gamen, denk ik. Dus ik hoop dat ik nog kan gamen. De gameshops verwachten dat het ook de komende dagen nog wel druk zal blijven.